hebben we Marcus, het hoofdstuk 6. En daar gaan we twee versen lezen, het vers 7 en 13. Dus het evangelie van Marcus, en daar het hoofdstuk 6. Het vers 7. En hij riep de 12 tot zich en begon hen uit te zenden, 2 aan 2, en gaf hen macht over onreine geesten. Het vers 13. En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen. We zullen nu in de gelegenheid zijn om te luisteren naar Gods woord, en dus vandaag ons gebracht door Joël. Een gezegende sabbat iedereen. Ik hoop dat iedereen mij goed kan horen. Voor zij die mij niet kennen, mijn naam is... Oké. Voor zij die mij niet kennen, mijn naam is Joël. Wij komen van de kerk de Living Hope in Brussel. En het is eigenlijk nog geen kerk, het is een klein groepje. Maar langzaam groeien is altijd goed. Dat is, ik ben heel vereerd dat ik hier uitgenodigd ben, dat ik voor jullie het woord van God hier mag komen delen. Het is altijd goed om op Sabbat God te kunnen dienen. Vooraleer ik met mijn preek wil beginnen, ga ik even een dankwoordje zeggen en ons even richten tot God. Onze Vader in de hemel, wij zijn zo dankbaar voor deze speciale dag dat wij u kunnen loven en prijzen, Heer. En dat u ons hier gebracht heeft, hier in Antegem, en dat wij het woord, uw schrift, kunnen beter verklaren aan onze broeders en zusters. Wij vragen u dan ook dat u de Heilige Geest hier in ons midden zult zenden. En elk woord welke uit mijn mond zal komen, dat dit ingegeven zal worden door de Heilige Geest. Dit is wat wij willen bidden in uw naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. De preek voor vandaag is getiteld De Onschatbare Kracht van God. We leven momenteel in een maatschappij waarin alles duurder en duurder wordt. Als we naar de supermarkt gaan, waar we vroeger met een kar buiten kwamen voor 50 euro, welke goed gevuld was, en we gaan nu bijvoorbeeld naar de supermarkt, is 50 euro eigenlijk niets meer. Maar laat ons vandaag eens eigenlijk bekijken over de prijs welke Jezus Christus voor ons betaald heeft. En welke Hij nog altijd voor ons betaalt. En zoals we kunnen lezen hebben in de schriftlezing, welke komt uit Marcus hoofdstuk 6, vers 7 en 13. En hij riep de 12 bij zich en begon hen 2 aan 2 uit te zenden en gaf hun kracht over de onreine geesten. En zij dreven vele demonen uit en zalfden vele zieken met olie en maakten hen gezond. Als we hier naar deze verzen kijken, dan vertelt dit eigenlijk ons het wonderbare werken wat de discipelen deden. En vooral in vers 13 kunnen we dit lezen, dat zij vele demonen uitdreven. Nu, hoe deden ze dat eigenlijk? Het antwoord is eigenlijk gegeven in vers 7. Jezus gaf ze kracht. Jezus Christus gaf ze kracht. Probeer eens voor te stellen dat Jezus zijn discipelen kracht geeft. Niet alleen kracht, niet gewoon kracht, maar eigenlijk een genezende kracht. En hier
heb je Christus en daar heb je zijn discipelen. Hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk? Dat is eigenlijk iets draadloos, weet je? Dat is, hij zegt iets en die kracht gaat van hem uit en gaat eigenlijk naar zijn discipelen. Welke op hun beurt de kracht hebben ontvangen en de kracht kunnen delen met iemand anders. Dus, wat betekent dat? Er is iets dat Jezus verliet. En dat was kracht. Dat was genezende kracht. En laat ons dan nu eigenlijk een keer dieper bekijken wat dat eigenlijk inhoudt. En daarvoor verwijs ik naar Marcus hoofdstuk 5, lezend van vers 25. Marcus 5, lezend van vers 25. En een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door toedoen van veel dokters en alles wat zij had daaraan uitgegeven, had totaal geen baat gevonden, maar met wie het veel erger geworden was. Deze had van Jezus gehoord en kwam van achter de menigte in en raakte zijn overkleed aan. Want, zij zei, als ik maar aan zijn kleren kon aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij dat haar lichaam, dat zij van die aandoening genezen was. En meteen, toen Jezus merkte dat er kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem, ziet u deze menigte hier niet, welke zich opdringt, en u zegt dan, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen en zag haar welke dit gedaan had. En de vrouw die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Merk op, wat gebeurt er eigenlijk hier? Ze voelde iets. Dus dat betekent dat ze eigenlijk een soort van sensatie meemaakte. En de enige manier om eigenlijk een sensatie kunnen mee te maken, is dat er één of meerdere zintuigen geprikkeld worden. De zintuigen die zijn horen, zien, spreken, ruiken, proeven en aanraken. Wat is er hier gebeurd? Het aanraken. En zij merkte dadelijk op, in vers 29, dat is eigenlijk een gebeurtenis. Zij raakte dat kleed aan en onmiddellijk voelde ze dat de bloedingen stopten. Dat is een gebeurtenis. De vrouw voelde iets in haar overgaan, in haar lichaam, welke Jezus eigenlijk verliet. En wat was dat? Dat was weerom die kracht, die genezende kracht. Nu, in Lucas hoofdstuk 6, vers 19, wordt gezegd, en heel de menigte probeerde hem aan te raken, want er ging kracht van hem uit en hij genas ze allen. Dus iedere keer, wanneer iemand Jezus aanraakte, ging er kracht van hem uit. Geen gewone kracht, maar genezende kracht. In Lucas 6, vers 17, en toen hij met hen afgedaald was, bleef hij staan op een vlakte, op een vlakke plaats, en met hem een menigte van zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel Judea en Jeruzalem en uit de zeekant van Tyrus en Sidon. Dus al die mensen waren samengekomen om hem ook maar kunnen aan te raken, om het woord van Jezus Christus te aanhoren,
Want elk woord dat hij zei, elke aanraking, ging over tot genezing. Dus laten we eigenlijk hier een regel, een principe ontwikkelen. Elke keer dat er een wonder wordt verricht, een mirakel, kost dat macht aan God. Dat kost kracht aan hem. Als we ter zake willen komen, wat is dat eigenlijk macht? Wat is dat, die kracht? Wat is kracht van God? Wel, de kracht van God is eigenlijk leven. Ja, dat is iedere keer kracht dat hij geeft aan een ander, maar dat is ook leven dat onttrokken wordt uit hem. Hij geeft een deel van zijn leven aan een ander om ander te kunnen genezen. Hij geeft een deel eigenlijk van zijn leven weg aan een ander. Waar een zieke ook herstelt, herstelt die persoon door de kracht en het leven van God. En laten we dit eigenlijk nog een beetje meer duidelijk bekijken en in een ander perspectief plaatsen. Genesis hoofdstuk 1, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dit is eigenlijk hier de schepping van het universum, van een deel van het universum dat van ons op toepassing is. Maar zelfs heel lang voordat deze aarde bestond, waren er andere werelden. Er was een universum, er was een ruimte, een plek waar engelen leefden en nu nog steeds is, een plek waar ongevallen wezens leven, in ongevallen werelden, voordat deze wereld werd geschapen. Maar van waar kwam dit allemaal? Van God. Het is echt schokkend. Elke start, wat er gebeurde met ons, met een genezing, met een creatie, komt van onze Maker. Laat ons in Genesis blijven en gaan kijken naar vers 11. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die hun soort vrucht dragen en waarin zaad is op de aarde. En zo was het. Ik heb een vraag voor jullie. Hebben planten een leven? Ja, dat hebben ze. Maar waar halen ze dat leven eigenlijk vandaan? Dat leven hebben ze gekregen van God. Het kostte God eigenlijk een deel van zijn kracht, een deel van zijn leven, om planten te doen groeien. Ons zuster Ellen White schrijft in Bijbelcommentaren volume 1. Elk grassprietje zijn leven van God krijgt. En elke bloem krijgt zijn leven van God. En Ellen White zegt ook trouwens, hij schenkt levensgevende eigenschappen aan alles wat de natuur voorbrengt. En in dezelfde alinea geeft ze nog iets meer over de natuur. Zonder het leven van God zou de natuur sterven. Al die dingen, de creatie waar we nu over spreken, komt van de kracht van God. Dus dat is eigenlijk een kost. We blijven in Genesis en we kijken naar vers 20. En God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens en laten er vogels boven de aarde vliegen langs het hemelgewelf. Nu, hoeveel vogelsoorten zijn er? Hoeveel vissoorten zijn er? Alles en iedereen komt tot leven door God. Door zijn kracht. Kun je eigenlijk dat realiseren, hoeveel kracht, hoeveel dat gekost heeft aan hem, om alles in stand te houden? Nu spreken we nog maar van de creatie, van de schepping. Vers 24. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voorbrengen. Vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. Hij sprak en het was daar.
Maar ging dit zomaar? Nee. Telkens kostte dit hem kracht. De onschatbare kracht van God. Hoeveel bewijs willen jullie nog? Niets kan los van God leven. Zelfs in de nieuwe wereld, degene onder ons met eeuwig leven en onsterfelijk leven, omdat we verbonden zijn met God. Het leven kan niet onafhankelijk van God bestaan. Neem nu bijvoorbeeld een lichtschakelaar. Schakelaar aan, er is licht. Schakelaar af, licht is weg. Dit is ook zo met God. Psalmen 33, vers 6. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt, door de geest van zijn mond heel hun legermacht. En dan een vers dat jullie waarschijnlijk goed kennen, Psalmen 33, vers 9. Want hij spreekt en het is er. Het gebiedt en het staat er. Hij spreekt en het is er. Dus we hebben tot nu toe gezien de aanraking, de kracht van genezing. Maar ook gewoon door woorden, door te spreken, is het er. Het gesproken woord van God bracht de schepping tot stand. Maar laten we nu eens eigenlijk kijken hoe deze schepping in stand werd gehouden. Ja, en daar zullen we ook tot de conclusie komen dat dit door zijn kracht is. Hebreeën hoofdstuk 1, vers 3. Ik bombardeer jullie hier met veel versen, maar ik verwijs heel graag naar de Bijbel, omdat menselijke woorden kunnen zoveel vertellen, maar enkel de Bijbel kan ons de kracht geven en de bewijzen leveren van wat we zeggen. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit. Zo, tot nu toe hebben we gezien dat de schepping door Gods woord was. Laten we dus nu een keer verder bekijken hoe alles in leven gehouden wordt, ook door het woord van God en ook door zijn kracht. En laten we opnieuw een keer de berekening maken van hoeveel leven, hoeveel kracht daarvoor nodig was. Om dat hele universum, welke hij gecreëerd heeft, in stand te houden. Al het leven komt van God. In Genesis hoofdstuk 2, vers 7 wordt gezegd: toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. En zo werd de mens tot een levend wezen. Wat hier gezegd wordt, is eigenlijk de levensadem. Dat door de neusgaten van Adam in te blazen, hij tot leven kwam. Ik weet niet dat er al iemand van jullie ooit een reanimatie moeten doen heeft. Ik heb 13 jaar voor het Rode Kruis gewerkt en ik heb spijtig genoeg een paar keren een reanimatie moeten doen. En juist maar om weer te geven hoeveel kracht het kostte om een reanimatie te doen, wat God hier eigenlijk deed, hij blaasde lucht in via de neus om iemand tot leven te brengen. Wel, broeders en zusters, ik heb het spijtig genoeg al in werkelijkheid moeten doen, verschillende reanimaties. En de kracht welke dat kost, is enorm. Dat kan je eigenlijk niet voorstellen en ik wens het eigenlijk ook aan niemand niet toe dat je dat ooit zult moeten doen. Om in detail te gaan,
Ik was op de parking van de Makro in Machelen en ik zag een menigte daar staan en iedereen stond daar in een cirkeltje. Natuurlijk, ja, hoe is de mens? Curieus, zoals ik ook. Ik ga daar naartoe en in het midden van die cirkel ligt daar iemand op de grond, een vrouw, al van een zekere ouderdom. Maar niemand doet ook maar enige moeite om te starten met reanimatie. Enkel de mensen kijken en zijn curieus. Op dat moment ben ik eigenlijk overgegaan tot reanimatie. En de kracht welke je dat kost is ongelooflijk. Want eigenlijk, wie Vilvoorde en Machelen kent, Vilvoorde is niet ver van Machelen, dus de ambulance is eigenlijk direct daar, dat is maar een kwestie van een paar minuten. Maar als je gedurende zo'n paar minuten een reanimatie moet doen, dat vergt enorm veel kracht van u. En nadat de ambulance, de hulpdiensten uiteindelijk daar waren en konden overnemen van mij, heb ik heel veel tijd nodig gehad om te recupereren. En achteraf was ik blij dat er andere mensen waren om mij op te vangen als wel, omwille van de kracht dat uit mij eigenlijk is weggegaan om trachten iemand anders leven te redden. Spijtig genoeg heb ik achteraf moeten vernemen dat deze vrouw het niet gehaald heeft. Nu, zonder wat hij had gedaan, waren we hier nu niet. De lucht dat hij in Adams neusgaten blies, is nog steeds de lucht dat wij nu inademen. Toen God de vegetatie schiep, in Genesis vers 11, moest God daarvoor sterven? Nee. Maar het kostte hem iets. Het kostte hem een stuk van zijn leven. Het kostte een enorm kracht. In Genesis 2, vers 16 en 17. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op die dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Hier introduceert God eigenlijk de dood. De dood als een realiteit van ongehoorzaamheid. En de introductie welke hier genomen werd, was iets dat Adam eigenlijk niet begreep. We weten dat Adam en Eva zondigden. Dit is gezegd in vers 6 van Genesis 3. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. En ja, soms, de vruchten lijken zo mooi. We weten de woorden van God. Maar daar was ook nog iemand anders dat sprak. En soms is het maar al te gemakkelijk om je te laten te misleiden. Wat we hier lezen is duidelijk zondigen. En de straf voor deze zondiging is de dood. En op het moment van de zonde waren ze al dood. Spiritueel dood. Excuseer. Efeziërs hoofdstuk 2 vers 1. Ook u, hij met hem levend gemaakt en u die dood was door de overtredingen en de zonde. De straf van zonde is dood. Bekering. Bekering, broeders en zusters. Bekering is het proces waarbij God leven geeft aan een geestelijk dood mens. Je kan dus fysisch in leven zijn, maar je kan geestelijk dood zijn. En elke onbekeerde persoon, zonder uitzondering, elke onbekeerde persoon is dood. Dus Adam en Eva waren fysiek levend,
maar geestelijk dood, spiritueel dood. Nu, wat daar is gebeurd, moet God nu voor de tweede keer leven geven. Want de eerste keer moest hij dus de lucht inblazen bij Adam om leven te creëren. Maar nu, na de zonde, zijn zij spiritueel dood. God moet hier opnieuw hen tot leven brengen. Hij moet nu terug spirituele dood tot leven brengen. In Genesis vers 7 lazen we, toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten en zo werd de mens een levend wezen. Dat was dus in die vers de eerste keer dat God werkelijk dus leven moest schenken. Maar nu moeten we dus overgaan naar de tweede keer. Voor de creatie heeft God kracht moeten geven. Hij heeft een deel van zijn leven moeten geven, maar niet zijn volledig leven. Wat zal God nu moeten doen eigenlijk voor al die zondige mensen? Alleen al om één mens te redden, en dan spreken we van Adam, welke gezondigd had, zal dit nu zijn hele leven kosten. Dus om het universum te scheppen, kostte hem het niet zijn hele leven, maar een stuk. Maar nu, om dit in stand te houden, waar wij nu staan vandaag, kostte dit zijn hele leven. Slechts om één man te redden. Wat is nu duurder dan het hele universum te creëren en in stand te houden? Dus ik hoop dat u de titel van mijn preek begrijpt. De onschatbare kracht van God. We zijn allemaal aan het klagen over de levensduurte. Alles kost geld. Je weet hoe dat gaat. Maar laten we nu een keer verder kijken naar een ander voorbeeld. En laat ons gaan naar Matteüs hoofdstuk 18, vers 10 tot 14. Matteüs hoofdstuk 18, vers 10 tot 14. Het is een verhaal dat jullie allemaal kennen, van het verloren schaap. Ja, Matteüs hoofdstuk 18, vers 10 tot 14. Pas op dat u niet één van deze kleine veracht, want ik zeg u dat hun hengelen in de hemelen altijd het aangezicht van mijn Vader, die in de hemelen is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Wat denkt u, als iemand 100 schapen heeft en één daarvan afgedwaald is, zal hij niet de 99 anderen achterlaten in de bergen en het afgedwaalde schaap gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt, waarvoor? Ik zeg u dat hij zich daarvoor meer verblijdt dan over de 99 die hij niet afgedwaald waren. En zo is ook de wil van de Vader die in de hemelen is. Wat is nu eigenlijk de betekenis van dit verhaaltje welke we hier gelezen hebben? God zegt hier eigenlijk, ik moet dit schaap met alle mogelijke middelen terugvinden. Met inclusief, als het ook mijn leven kost. Zuster Ellen White schrijft hierover in De Wens der Eeuwen, hoofdstuk 74, pagina 604, paragraaf 2. Hij zal de mens redden, wat het hemzelf ook zal kosten. Ja, en dat deed hij zich, dat deed hij ook. Met verlies van eigen leven. Jezus Christus nam de menselijke vorm aan en hij stierf. Voor u en voor mij. En verder zegt ook
Ellen White in de Wens der Eeuwen, in hetzelfde hoofdstuk. De zonden der mensen wogen zwaar op Christus. En het gevoel van de toorn Gods tegen de zonde vernietigde zijn leven. Uw zonde, mijn zonde. Het kostte zijn leven. Wel, ik hoop door dit te zeggen dat ik jullie ook zo'n beetje schuldig kan maken. Want wij zijn eigenlijk medeplichtig aan zijn dood. Je zal misschien zeggen, hij heeft eigenlijk vrijwillig zijn leven opgegeven. Maar moest er geen zonde in deze wereld zijn, moest hij ook niet sterven voor ons. Toen Jezus verscheen aan Johannes de Openbaarder, zei hij: ik ben degene die leefde en dood was, maar ach, ik leef voor eeuwig en ik heb de sleutels van de hel en dood. Het kostte zijn leven om redding beschikbaar te maken voor jou en voor mij. Onze redding is ons kostbaarste bezit. Van ons allemaal. Want het kostte een mensenleven. En ik zeg hier een mensenleven, want hij heeft de menselijke vorm aangenomen. En eigenlijk de gehele Godheid was hierbij betrokken. De gehele Godheid was betrokken bij de betaling welke hij voor ons heeft gedaan. Een betaling voor de zonden van u en voor mij. En dat is eigenlijk verschrikkelijk om dat aan te horen. En die kosten waren hoog. En hij betaalt dit nog altijd. God stierf in de persoon van zijn zoon. Ik zeg dit omdat de zoon, Jezus Christus, eigenlijk de vertegenwoordiger is van zijn vader. En de Bijbel zegt, God was in Christus Jezus de wereld en zichzelf verzoenend. Dus eigenlijk, op een of andere manier, gaf de Vader zichzelf toen hij Jezus zijn zoon gaf. De gehele Godheid was hierbij betrokken. Voor jouw zonde en mijn zonde. En als resultaat van dit offer werden de Vader en de Zoon voor het eerst in al die tijd van elkaar gescheiden. De Vader en de Zoon waren altijd bij elkaar, waren één. Maar hier werden ze gescheiden. Johannes hoofdstuk 8, vers 29 maakt dit duidelijk. En die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik hem verlaten heb. Dat was op Golgotha. Wat riep Jezus uit aan het kruis toen hij die scheiding voelde? Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Hier horen we deze scheiding heel goed. Zie je dit als een deel van de kosten welke hij moeten betalen heeft. En wij maar klagen als we naar de supermarkt moeten. Als we onze gas, als we onze elektriciteitsrekening krijgen. Uw redding en de mijne, mijn broeders en zusters. Besef je dat jouw leven aan hem toebehoort? De Bijbel zegt: want u bent duur gekocht. En dit is geen symbolische taal wat hier gesproken wordt. Dit komt uit 1 Korintiërs hoofdstuk 6, vers 19 en 20. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God heeft ontvangen, en die u niet
van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Soms lezen we de Bijbel en denken we dat alles symbolisch is, zoals in het boek Openbaringen, maar het is niet zo. Die prijs, je behoort niet tot jezelf, nee, je behoort tot hem. Hij kocht je, hij betaalde de prijs. Je hoort bij God eigenlijk op twee niveaus. Het eerste niveau was de schepping en het tweede niveau je redding. De Bijbel zegt: jij zult niet stelen. Elke vrouw of man welke weigert zijn leven totaal aan God te geven, steelt van God. Dit is stof tot denken. God heeft een kwitantie voor jouw leven. En deze kwitantie is met bloed ondertekend. Denk eens aan deze hele hoge prijs die hij voor u heeft betaald. Het leven is duur. Iedereen klaagt. Maar hoe zit het met hem? Is hij aan het klagen? Heeft hij ooit geklaagd? Maar toch heeft hij deze prijs betaald. Hij bleef met niets achter. Toen God Jezus Christus gaf, gaf hij eigenlijk alles. Laat eens luisteren naar Colossenzen, hoofdstuk 1, vers 16 en 17. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar zijn en zelfs onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, al deze dingen zijn door hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. Alles wat we ook maar kunnen zien, deze camera, deze stoelen, onze kleding wat we dragen, de maaltijd welke we van de morgen genuttigd hebben. Alles hoort hem toe, broeders en zusters. Alles is van Christus, zegt de Bijbel. Alles wat de Vader heeft, is van mij. Begin je nu eindelijk de waarde te beseffen. Vandaag, mijn broeders en zusters, zegt God eigenlijk tegen jullie: ik heb dit allemaal voor jullie gedaan. Ik heb deze prijs betaald. Wat willen jullie voor mij doen? Wat hebben jullie over voor mij? Welke prijs willen jullie betalen? We zijn gemaakt naar Gods beeld. Weet dat dit beeld ook komt met een hart. En dat omvat de manier waarop wij functioneren. Ons karakter, onze manier van werken. En we moeten onszelf de vraag stellen: wat verwacht hij van ons? Laat ons eens regelmatig in de spiegel kijken. En niet alleen kijken naar ons uiterlijk, maar naar ons innerlijk. Laat ons deze vraag aan elkaar stellen. Je leven, je liefde, je talenten, je vaardigheden, alles. Alles behoort hem toe. En je zou eigenlijk blij moeten zijn dat je iets aan hem kan schenken. Als je ziet in welke wereld wij eigenlijk leven. En ik weet, het is niet altijd plezant om een rekening te krijgen of een rekening te moeten betalen. Maar deze rekening betaal ik met alle plezier. Waarschijnlijk krijg je ook
elk jaar zo'n bruine envelop in je brievenbus. Je kent dat, de belastingen. Je probeert daar van alles tegen te doen, maar niks helpt, dat komt elk jaar terug. Je kunt een keer een brief sturen van ik wil eens mijn abonnement op te zeggen of zo, maar dat helpt niet veel. Wel, dat doet pijn. Dat doet eigenlijk pijn. Om te moeten zeggen van dat wij eigenlijk maar een klein deeltje van ons leven aan hem willen geven. Wij moeten eigenlijk kunnen zeggen, en in het licht van wat ik eigenlijk nu verteld heb vandaag, met de woorden eigenlijk, de Heilige Geest die in mijn mond heeft gelegd, wil ik u eigenlijk hier horen zeggen van, Vader, u heeft die prijs voor mij betaald. Hier ben ik. Hier ben ik. Dat is iets wat we eigenlijk vandaag zouden moeten kunnen zeggen. Vader, u heeft deze prijs voor mij betaald. Hier ben ik. Gebruik mij. Neem mijn leven. Laat mijn instrument zijn. Laat mij u dienen. Als hij u roept, ga naar hem. Dien hem. Laat dit de prijs zijn voor uw redding. Een fractie van wat hij gaf. Zijn leven. Hij gaf alles. Als u jezelf niet aan hem geeft, dan hoor je bij, ik zal de naam niet zeggen. Maar zuster Ellen White zegt het wel. Uit de Schatkamer der Getuigenissen, hoofdstuk 29, zegt zij. Zij die aarzelen om zich onvoorwaardelijk aan God te wijden, geven maar een armzalig beeld van het volgen van Christus. Zij volgen hem zomaar van het verre, dat ze de helft van de tijd niet precies weten of ze nu in zijn voetstappen moeten treden of die van hun grote vijand. En we weten allen wie deze vijand is. Waarom zijn we zo laks om onze belangstelling in wereldse dingen op te geven en enkel Christus als ons doel te stellen? God zal niets minder accepteren dan onvoorwaardelijke overgave. Weet wat overgave betekent. Belangrijk woord, overgave. Maar iedereen heeft daar een andere interpretatie over. Overgave betekent eigenlijk niks achterhouden. Als je 100 euro hebt in je zak en ze vragen van geef al je geld, dan geef je geen 99 euro. Maar dan geef je de volle 100 euro, welke je in je zak hebt, en niet 99 euro. Dus we moeten weten wat overgave betekent. Niks achterhouden. Ellen White zegt zelfs nog meer. Wie wilt gij kiezen, zegt Christus? Mij of de wereld? Mijn broeders en zusters, geef jezelf nu aan God. Wacht niet tot morgen, maar doe het nu. Want je behoort hem toe. Hij heeft je gekocht. En mijn advies. Laat God je leven beheersen. Geef alles in zijn handen. Hou niks achter. Totaal niks. Zelfs als je nu door een diep dal wandelt. Met beproevingen zit. Geconfronteerd wordt met relatieproblemen, financiële problemen. Of wat het ook mag zijn, gezondheidsproblemen. Laat hem ervoor zorgen. Want jij bent van hem. Elke beproeving, elk probleem dat we in zijn handen leggen, zullen tot zegeningen uitgroeien. Ik weet niet dat jullie dit beseffen, maar ik heb tracht het duidelijk te maken.
Wat een enorme prijs hij heeft betaald. En ik zou graag mijn preek willen beëindigen met het lezen van Hebreeën, hoofdstuk 6, vers 10. Welke zegt Hebreeën, hoofdstuk 6, vers 10? Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zal vergeten en de liefdevolle inspanning die in zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt die u nog dient. Broeders en zusters, twijfel geen moment. Het is vandaag de dag om te zeggen van God, hier ben ik. Hier ben ik. Ik dank u en ik hoop dat u deze preek gesmaakt heeft. Want ik zeg gesmaakt, want dit geeft stof tot nadenken. En het is een spirituele maaltijd eigenlijk, spiritueel voedsel. Telkens dat iemand tot u spreekt en laat dit voedsel nu verteren, zodat u kan nadenken en zodat u uzelf kan geven aan God. Ik dank u. Amen.